Waait namelijk ontiegelijk hard. Dus ik weet niet of ik daar doorheen kom langs die hoogbouw. Als ik dat niet red, dan wordt het een korte ronde. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar ja, Marianne die stuurt me een paar stickertjes toe met handkusjes. Altijd leuk. Ja hoor. Dus, maar in ieder geval, wij gaan er zo doorheen. En dan hoop ik dat we een beetje droog over kunnen komen. Maar ja, jullie weten het. Wij hebben onze lieve schat hier ook. Hallo. Joyce. Nou ja, jullie weten het al. Marcel die zegt tegen mij, ma, mama, of wat dan ook. En zijn vriendin die zegt ook nogal mama of ma of wat dan ook. Maar ja, nou is zij mijn surrogaatdochter. Dus ik heb een surrogaatzoon en een surrogaatschoondochter. En dan heb ik ook nog een surrogaatdochter. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik zal bezoek straks krijgen, dat weten jullie, van Joyce. Had ik gisteren al verteld. En ja, trouwens welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben een beetje door de war. Maar dat komt ook, ik had knallende hoofdpijn. Dat is nou gelukkig gezakt. Ik heb nog een heel klein beetje, maar ik heb wel heel veel pijn in mijn rug nog. Het is vandaag trouwens zondag 24 maart en we leven op de tijd van 14:45. Ze zou eerst rond een uur of drie komen, maar dat is een uurtje verzet door mij. Ja, omdat ik niet in orde was. En nou regent het, maar dat is maar een buitje van je likinfectie. Tenminste volgens deze. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Klein heuveltje in ieder geval. En dan zullen we die andere bekijken. Inderdaad, klein heuveltje. Verderop komt nog een klein heuveltje. Nee, je wordt wel opzijkende door nat. Ja, want het gaat wel heel hard hoor, wat naar beneden valt. Ja. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Ik ga zo meteen, als het weer droog is, de meisjes eruit laten. En dan maar een kleinere blok, want ik... Ik denk anders, ik vermoed ook zomaar dat ik niet verder kom dan de, zo dan, ja de wind staat op de voorkant, dus het komt heel hard tegen de ramen aan. Het regent maar een beetje, als het maar een beetje is, het is nou niet echt een beetje. Ja, het begint nou weer wat minder te minderen, maar dan kletst dat met die wind tegen het raam aan, want het waait namelijk ontiegelijk hard. Dus ik weet niet of ik daar doorheen kom langs die hoogbouw. Als ik dat niet red, dan wordt het een korte ronde. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar ja, Marianne die stuurt me een paar stickertjes toe met handkusjes. Ook altijd leuk. Ja hoor. Dus, maar in ieder geval, wij gaan er zo doorheen. En dan hoop ik dat we een beetje droog over kunnen komen. En... ja, dan zullen we het weer zien. Enkel, ik moet die plant weer naar boven brengen, want Marcel en Danielle hadden een kunstplant gekregen en nou willen ze hem weer ineens weer niet hebben, ja. Schiet, nee op. Maar die moet nou eigenlijk weer naar boven. Nou, dat komt straks wel, komt wel helemaal goed. Dus, lieve, en ik ga ook straks de computer pas aan doen. Ik ga eerst even met de meisjes weg. Dus ik zeg tot strakjes. Doei! Onze mooie meisje. Onze mooie meisje. Ja. Ze heeft nog steeds last van de volle maan, hè, in het kopje. Ja, we hadden afgelopen nacht volle maan. Ja. En dat voelen wij aan. Ja, dat remt nog. Hé? Ja. En daar ligt er nog een en die heeft er minder last van. Wel een beetje, maar niet zo heftig.
Ja. Maar ja, jullie weten het, wij hebben onze lieve schat hier ook. Hallo. Joyce. Nou ja, jullie weten het al. Marcel die zegt tegen mij, mama of wat dan ook. En zijn vriendin die zegt ook nou al mama of ma of wat dan ook. Maar ja, nou is zij mijn surrogaatdochter. Dus ik heb een surrogaatzoon en een surrogaatschoondochter. En dan heb ik ook nog een surrogaatdochter. Hoe mooi is dat? Een mooi leven, toch? Ja. Zeker. Echt wel. Ik ben er super blij en super gelukkig mee. Ik ook. En dan ook nog binnenkort die samenwerking. Daar gaan we nog over praten. Ze blijft ook dit keer eten. En ja, gisteren patat. En nu maar weer patat. Maar wij eten gezonde patat. Ja, uit de oven. Dus twee keer patat achter elkaar. Wel met gezelligheid. En met gezelligheid, ja. En ook gezonde mayonaise, want het is geen mayonaise, maar met yoghurt. Dat is alleen maar beter. Juist. En ook goedkoper. Dat ook. Ook nog. Dus ja, dat dus. Hé? En dan als we de koffie op hebben, dan gaan we weer, geloof ik, lopen. Die klok is nou een beetje voor. Ik weet niet hoe laat het exact is. 17:54 springt hij net op. Ja. En dan moeten we ook nog een vlog in elkaar zetten. Dat nog. En ik moet trouwens mijn camera nog legen. Ook dat nog. En mijn telefoon legen. Ook dat nog. Maar ik hoef niet geleegd te worden. Nee, en ik ook niet. En die twee ook niet. Ja, buiten sterk. Nou, uitgelaten te worden. Hé, en dan kunnen ze zelf legen. Ja. Ja. Ja, dan gaan we lekker met z'n viertjes eruit. Ja. Nou, bof komt er. Ja. Maar ja, dan kun jij ook gelijk zien hoe ik dat doe met ze. Precies. Ja. Maar oké, zij de koffie al op. Ja. Maar ik nog niet. Dus die drinken we wel eventjes eerst even op. Dus tot later. Ciao. Bon, okay. Ciao. Ja, lieve vrienden. We gaan weer naar ons bedje toe. Want we zijn weer heel erg moe. Want het is weer later geworden dan het eigenlijk zou. Daarom gaan we heel snel naar boven. Ja, echt waar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. En met kannel op schoot. Ja, heerlijke ding. Laat het even zien. Maar in ieder geval, de meisjes liggen op de bank. Maar in ieder geval, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Ook over de diertjes. En over kleine kindertjes. En over oma's en opa's. Maar ook over de middelbare leeftijdsgenoten. Over iedereen. Jan en alle man. Houdt hij de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.